Ik werk ook om alleen een drummer, want ik ken iemand die speelt fantastisch saxofoon en die vindt dat ook heel leuk. Toen dacht ik, nou, oké, dan is het een drummer en een saxofonist. Toen zei iemand, ja maar wacht even, waarom mag er alleen, het is toch niet alleen een muziekfestival? Toen zei ik, oké, nou, jij wil schilderijen, dan mag er ook schilderijen bij. Ik ben vanavond een beetje het programma-hoofd. Ik ben namelijk betrokken bij de Cult Dealer voornamelijk door het organiseren van Cult Lab. En zoals Marie net al een beetje vertelde, is Cult Lab eigenlijk bedoeld om mensen zoveel mogelijk tot aan het festival te betrekken bij hoe wij alles aan het organiseren zijn en dus ook hoe het programma wordt samengesteld. En het proces is dus dit jaar echt een heel groot onderdeel van het hele festival. En probeer op te schrijven wat je bedacht hebt. Het is een mooie avond geworden. Mensen gaan gewoon lekker meedoen. Daar gaat het om. Ja, ik vind Cultfest heel erg leuk. Ik was er vorig jaar bij en we hebben met heel veel mensen, ongeveer 80 vrijwilligers, hebben het heel erg naar ons zin gehad. Vanwege de 2 maanden voorbereidingstijd hebben we heel weinig kunnen opzetten. En dat gaat dit keer lukken, dat zie ik nu al. Er waren zoveel mensen, elke 2 weken, die uit alle hoeken en standen kwamen. Alle leeftijden. Dus ik verwacht dat we heel veel aanloop krijgen en ook heel veel achterban die elkaar blij maakt. Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren.